mogelijke 5-8 achter ons. Een man met een witte jas en een zonnebril op komt naar boven gelopen. Er zit waarschijnlijk een bom in zijn broekzak. Ja, hoe zou jij dat nou vinden als je vals beschuldigd wordt? We gaan kijken hoe mensen reageren. En zo simpel is het. Hoeft niet altijd een moeilijke uitleg achter te zitten. Dit is Dope. Het is best wel een tijd geleden dat ik dit heb gedaan. En ik weet niet, voor de meest loyale kijkers achter mijn kanaal, die weten dat ik hier zo vaak vroeger heb gefilmd met Zeus. Dus het voelt oud en vertrouwd. En ik heb weer zo'n gevoeltje in mijn buik. Dat doet me echt goed. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb hier een 5-8'tje. De vrouw zit een ijsje te eten. En heeft mogelijk een bom in de rode tas. Staan de sluipschutters al klaar? Verdachte zet een zonnebril op en kijkt soort van recht voor zich uit met een zonnebril. Meneer heeft ook een zonnebril op. Erg verdacht. Ik sta in positie. In positie. Doelwit heeft een zwarte jas en kijkt op de telefoon van zijn vriendin. Als het SWAT-team zo kan komen, dan zou dat heel fijn zijn. Ik weet niet hoe lang ik het hier ga volhouden. Als die sluipschutters klaar staan, dan kunnen we gaan bewegen. Kom maar lopen. Heb je een probleem met mij? Of ik een probleem met u had? Ja. Nee, zeker niet. Nee, oké, okay, maar waarom doe je gek dan? Daar is wel gek te doen? Ja. Wat bedoel je gek te doen? Ja, jij loopt net ook over mij te praten. Ja. Nee, zeker jawel. Niet. Jawel. Wordt met je zogenaamde SWAT-team. Oh, kom, met je hele familie niet interesseert me niet. Ja, ik weet niet wat het probleem is. Ja, nee. Als je een probleem zoekt, zou je maar lekker opkloppen. Ik doe helemaal niks. Jawel. Ik doe eigenlijk wel wat als je doet. Fijne dag. Er is niks aan de hand. Dus even kijken, voor mij niet door. Oké. Okay. Ik herhaal. Verdachte mogelijk vuurwapen gevaarlijk. Verdachte met blauwe tas omsingeld. Verdachte gesignaleerd, zwarte jas. Verdachte heeft de koptelefoon op, doet hem nu af. Een meisje met een knot in haar en een zwarte jas. Ja. Hij zet er een flinke pas in. Er hoeft niet altijd veel geweld toegepast worden. Is het mogelijk een... Mogelijk een bom in haar binnenzak. 408, verdachte loopt in blauwe jas langs de lift. Ik sta erbij. Staan de sluipschutters gereed? Meisje met piercing. Volgens mij kijken ze me nu aan. Laat Zulu maar komen om verdachte aan te houden. Ik herhaal zwarte jas. Zwarte jas. Ik zit momenteel op een bankje met een kind. Dus nog niet het arrestatieteam gaan. Nog niet het arrestatieteam. Ik herhaal. Oké, okay, ik zie er. Een vrouw met action tas. Mogelijk een bom erin. Mogelijk een bom. Arrestatieteam gereed. Adidas jasje. Nike schoentjes. Ze gaat er vandoor. Ze gaat er vandoor. Meneer heeft een zonnebril op zijn hoofd en een baard. En leent nu een likje aan het ijsje. Nu een likje aan het ijsje. Mevrouw zit te appen naar een wellicht mogelijk contactpersoon. Van de terroristische organisatie. Een zwarte jas. Ik herhaal een zwarte jas. Ik heb hem nog steeds in het vizier. Meneer heeft de zonnebril opgezet. Wellicht om undercover te blijven. Maar we hebben al een positieve ID op het gezicht. Het moet beter, het moet beter. Goedemiddag. 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 Ik ga nu achter de pc zitten. Wellicht een bom in de winkel.
Oh nee hoor, ik ben een beetje af te kijken. Dankjewel. Ik herhaal een meisje met blond haar, een meisje met blond haar. Lichtelijk verdacht. Mijn vrouw zit nog steeds achter het bureau. Ja, wat een boetje hè. Meneer? Ja? Ik ben een beetje aan het rondkijken. Nee, ik hoor u via iets praten. Ze heeft mij wellicht door. Nee, nee, ik heb er niks aan doen. Ja, fijn. Een vrouw met de bril op de hoofd hoort er wellicht bij. Een vrouw met de bril op de hoofd hoort er wellicht bij. Ik herhaal, Douglas, Leidshagen, wellicht een 511. Arrestatieteam staat gereed. Twee mogelijke verdachten ook binnen. Dan kan de kans dat we 5-11 hebben hier. 5-11. Kan ik u ergens mee helpen, meneer? Sorry? Kan ik u ergens mee helpen? Ik ben een beetje aan het kijken naar de brillen, maar... Ja? Oké, wat zoekt u? Ik ben op zoek naar een zonnebril voor mijn vrouw. Ja? Moment. 5-11. Mevrouw is nog steeds achter het bureau. Geen verdachte beweging, maar wel wellicht een vuurwapen. Goedendag. Hi. Ja, ik ben een beetje aan het rondkijken hier. Ja, natuurlijk. Ga je gang. Dank je wel. Er staat genoeg. Er staat inderdaad heel veel. Ja. Verdachte heeft met mij gesproken. Ik heb wel een verdachte heeft met mij gesproken. We zijn nog gewoon om je te helpen. Ja, dankjewel. Ja. Een meneer in een grijs pak met witte haren en een boek in de hand. Mogelijk een wapen in de binnenzak. Arrestatieteam staat gereed. Doelwit in zicht. Ik herhaal, meneer met wit haar, een sjaal om en een maatpak. Een boek in de hand. Hij heeft mij wellicht nu door. Ik kijk even de andere kant op. Eén tas om de schouder heen. Waar wellicht een bom in zit. Arrestatieteam staat gereed. Meneer met een boek in de hand gaat nu weer verder. En ze hebben mij weer door. Oh. Afbreken. Doelwit heeft mij gezien. SWAT team, afbreken. Ik denk dat mijn dekmantel is gebroken. Ik annuleer de zoektocht. Ze heeft me door. Dag, Marda. God, wat is het ongemakkelijk. God, jongen. Dit was zo kut. We stoppen, nu heel direct. Ik doe even alsof ik aan het kijken ben naar de ijsjes. Arrestatieteam staat gereed. Code Zulu in de lucht, helikopter in de lucht. Ze lopen rechtdoor, een boek in de hand. Hij kijkt weer om. Afbreken. Ze hebben mij door, afbreken. Gewoon weglopen, doen alsof er niks aan de hand is. Ja, dat is een deel voor de vrouw. De vrouw is in beweging. Wat is dit nou weer? Ja, we zijn bezig met een experiment om te kijken wat er gebeurt als mensen verdacht worden beschuldigd. Ik dacht eigenlijk dat niet helemaal lekker was. Ja, dus ik denk nou oké, weet ik nou je wel in de gaten met 1-0. Ja, maar u voelde zich niet verdacht. Nee, ik voel me niet verdacht. Nee, want ik ben niet verdacht. Het was voor mij ook lichtelijk ongemakkelijk hoor. Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja, ja. Nou ja, ik wens jullie een fijne dag. Ja, oké. Doei, doei. Oh, dit was ongemakkelijk, ouwe.
experiment is afgelopen. Best wel verschillende reacties. Er kwam net ook eventjes beveiliging naar ons toe dat er heel veel meldingen zijn geweest dat mensen zich niet echt op hun gemak voelden. Snap ik ook wel. De Douglas, waar ik net naar binnen liep, waar ik dacht dat helemaal niks gebeurde, die hebben gebeld. Die dachten ook dat ik koekoek was. En nog mensen die er rondliepen, die hebben ook gebeld. Dus eindconclusie, mensen die voelen zich wel degelijk bedreigd. En het is dus niet zo leuk als iemand je gaat achtervolgen met rare woorden en dat soort shit. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Wat is oké? Even abonneren op ons kanaal. Dit was Do. En tot de volgende keer. Oh jezus, ze staan er nog steeds.